Als je je sterrenbadge wilt, dan moet je de sterrenbeelden kunnen benoemen. Die sterren staan bijvoorbeeld voor het sterrenbeeld van de kreeft. Dat lijkt totaal niet op een kreeft. Die sterrenbeelden slaan helemaal nergens op. Stel ze maar voor als diamanten in de hemel. Diamanten? Ik ben heel goed in dit spel. Hoeveel karaat en hoe zijn ze geslepen? Gelukkig is er geen Lyra Lila badge, want die zouden we allebei niet krijgen. Oh, hey! Lila, je lag op een perfecte ronde steen. Dit is het laatste wat ik nodig heb om de pareljonkvrouw op te roepen. Oh, Tori zal zeker onder de indruk zijn. Waar is Tori? De pareljonkvrouw! Spoken bestaan echt! Holly! Het is rendezvous-tijd. Zodra ik heb uitgevogeld waar je bent dan. Ze komt steeds dichterbij. Rennen alsof er in de hele stad uitverkoop is. Heeft het spook ook vallen? Gaat ons opeten? Dat hoop ik niet. Deze sjerp is handgemaakt van de fijnste Jarbariaanse jakwol. Maak je geen zorgen, ik krijg ons hier wel weer uit. Tiny Power! Oeh, het draad van dit net is echt waanzinnig. Haha, missie geslaagd, Gigi. Gwen? Ha, ik wist wel dat spoken niet bestonden. Jammer dat de gemeenerikken die jouw medaillon willen stelen en iedereen in Littleton willen krimpen wel bestaan. Nu heb ik je te pakken, Polly Pocket. Hey, laat me los! Handschoenen. Je mag dan wel klein zijn, maar je tanden zijn nog best scherp. Dag, dag, kleine Pocket. Rustig aan. We laten onszelf langzaam zakken. Net als... Kom op! Schommelen! Een val van 30 meter en nog geen plukje verkeerd? Oeh, ik ben gek op die haarlak. Oh. Go big! Niet slecht. Ik heb dit ding zo weer aan de praat, hoor, meiden. Ik denk toch dat we nu even een ander vervoermiddel nodig hebben. Ja, de Littleton Festijn Meeting begint al over 4 minuten. En partyplanning laat niet op zich wachten. Tiny Power! Ik ga die verkiezing toch nooit winnen. En als ik geen burgemeester word, dan kan ik geen wet maken waardoor ik Polly Pocket's medaillon krijg. Ah, het is niet zinloos. Ik vond het juist leuk om campagne te voeren. Jij was de enige toeschouwer. Ik ben Bonnie Bane's allergrootste fan. De nummer 1 is Bane. Doe! Volgens de kranten ben ik 40 zetels gezakt. Burgemeester BB Kusser zal wel weer winnen van mij.
Weet je wie er echt goed is in krijgen van stemmen van mensen? Polly Pocket. Die kreeg op school alle stemmen als hoofd van het danscomité. Ik heb zelfs op haar gestemd. Ah, wat moet ik hier nou tegen doen? Moet ik soms vragen of die irritante Polly Pocket campagne gaat voeren voor mij? Kom allemaal. Dat ding met mijn pa duurt maar heel even. Ik ga daarheen en jullie brengen de gasten naar binnen. Polly, we hebben je nodig om ze te laten krimpen. Oh ja. Iedereen, achter mij aan. Het feestje dat jullie mee gaan maken vindt plaats op de planeet Mars. Ik zie niks. Ja, en dat is een beetje gek, maar geloof me, dat is veel beter. En ook chiquer. En donkerder. Heel donker. Kom maar, jongens en meisjes. Pak elkaars hand en maak je klaar voor een tripje naar de ruimte. Doe je ogen maar dicht en wens dat je naar het meest astronomische zwemfeestje van de wereld gaat. Ruimtefeestje! Tiny Power. Deze kant op. Hou je ogen maar dicht. Je wil de verrassing niet verpesten. Oké. En doe maar open. Spring er maar in. Of schommel erin. Of duik erin. Of je betreedt het zwembad via het trapje op een veilige en verantwoorde manier. Geniet van een lekkere Saturn Sunday of een melkweg milkshake. En blijf in de buurt voor de grote extravaganza. Een modeshow. Live optreden. En een doodenge duik vanuit de ruimte. Uitgevoerd door Polly. Rustig aan, Polly. Nu iedereen binnen is, kan ik papa even gaan helpen. Schiet je wel op? Je weet dat deze kleur gewoon me niet staat. Je ziet eruit als een garnaal. Mijn pap is waarschijnlijk te bescheiden om het te zeggen, maar hij is de beste architect in Littleton. Polly? Ja, zijn brein is heel erg slim. En in zijn hoofd. Maar het gemeenschapscentrum is een project gemaakt met zijn hart. Hij wilde een plek waar gezinnen uit de hele stad zich thuis zouden voelen. Ja, thuis. Daar draag je je badmuts aan tafel. Oh, dit? Dat is geen badmuts. Het is een slaaphoofdvoorkomer. Maar omdat ik voorlopig toch niet ga slapen... Tiny Power! Puh! Ik snap niet waarom paarden dat spul zo lekker vinden. Je zou mij alleen zo gek krijgen als het geperst was en gelabeld als superfood. En hier dat ding! Go big! Rennen! Snel, deze kant op! Tiny Power! Is eerder gezien. Ik ken jou ergens van. Hou eens op met die flauwekul met dat varken, Gwen. Ik wil dat medaillon hebben. Yeah.
Ik ook niet. Dit kostuum mag dan een authentieke Yeti-replica zijn, maar het is hierin echt superheet. Tja, dat heb je met low-budget films. Aan de andere kant, het beeldmateriaal ziet er echt te gek uit. Oeh, echt super indrukwekkend. Oh, waarom moet Pierce per se nu op zijn gitaar spelen? Hij is gestopt. Dit is onze kans. Op jullie plaatsen, mensen. Nicholas, jij bent in de grot. Polly en Laila op het gras. Hey, Polly, doe eens open. Laat maar zitten. Nieuwe aanwijzing. Polly, maak ons snel weer groot. Dat kan ik niet. Ik heb mijn medaillon niet om. Die ligt daar nog op het bed. Moet je mij niet aankijken? Hij paste niet bij mijn kostuumdesign. Ik sta achter mijn besluit om het af te doen. Doe open of ik kom naar binnen, Polly. Oké, misschien is er één ding belangrijker dan kleurencombinaties. Pierce mag ons echt niet zo zien. Nog langer? Je krijgt nog drie tellen. 1. Ah, schiet op, Polly. 2. Go big. 3. Heb jij mijn klopgeestvangers-DVD? Yep, die ligt hier. Ik zou geen gekke dingen uithalen. Pap en mam hebben mij de leiding gegeven. Ik moet het huis heel houden, want anders krijg ik 2 eeuwen huisarrest. Komt goed. Als jij ophoudt met gitaarspelen. Heel even maar. Geen deals, ik ben de baas. En blijf uit mijn kamer! Dat scheelde echt veel te weinig als je het mij vraagt. Nou, hij is nu tenminste wel stil. Oh, iets te vroeg gejuicht. Fijn. Hoe moeten we de Littleton filmcompetitie ooit winnen als we de deadline van vanavond niet gaan halen? Dan gaat die supervette Hollywood filmcamera mooi aan onze neus voorbij. We mogen nog niet opgeven. Mensen moeten deze kostuums zien. En ik ben de hele nacht opgebleven voor de planning. We moeten gewoon een nieuwe locatie zoeken. Ver weg van Pierce. Op hol geslagen en de jacht is begonnen. Kom op, Granny. Dit is een ouderwetse wilde elandenjacht. Meiden, jullie volgen mijn medaillon. Ik kom zo. Ik heb normaal een strikt elandenjachtverbodbeleid. Misschien moeten we zijn geluid imiteren. Moe, moe, moe. Wat heb je er tegen hem gezegd? Volgens mij zei ik gewoon hallo. Of misschien heb ik zijn moeder beledigd. Hey meiden! Polly! Blijf me volgen. Ik snij hem af. Kom maar bij Polly. Of ren maar weg van Polly. Kom op, Gwen. Hop, hop. Ik heb mijn opsporingsmethodes bijgewerkt om dat medaillon te pakken te krijgen. Voor het geval mijn GPS uitvalt, mijn telefoon kapot is, jij ziek bent en ik Polly niet per ongeluk tegenkom in de stad. Nu kan ik die eland in mijn slaap blijven volgen. Maar je slaapt nu toch niet, Gigi?
helpt, Polly. Ik ben gek op de jingle couture. Fantastisch, Polly. Jouw dansje was zo grappig. Het leek bijna alsof je echt niet wist waar je mee bezig was. Ja, ik deed aan met het acting. Volgens mij kan er iemand wel een dutje gebruiken. Maar het is nog niet eens donker. Uh-oh, to-do-alarm. Kijk, ik moet nog studeren. Dan doe je dat toch dit weekend? Maar mijn weekend zit al mega super vol geboekt. Mag ik niet heel even naar de Pinda Pit stoppen met Lila en Shani te studeren? Please? Is het spelletje bijna afgelopen? We moeten echt gaan studeren. Let's go, let's go!